Wat hebben wij als kappers toch een power in onze handen. Want als je goed kijkt naar Loes haar haar, dat was namelijk mijn model. Ze heeft lang, sluik, een beetje fluizig haar, een mooie dame. Maar wanneer je de juiste coupe en keur plaatst, dan kan je je klant 10 jaar jonger laten lijken. Wanneer jullie de Code of Cutting hebben gekeken, dan weten jullie dat het belangrijk is om eerst te voelen naar de schedelvorm. Nou, mijn model heeft een ronde schedelvorm, dus daar kan ik rekening mee houden in mijn kniplijn. We gaan het kort knippen, dus het eerste wat ik doe is de vlecht eraf halen. Ik doe dit namelijk onder in de nek, want ik wil bovenop een klein beetje lengte overhouden. Ik begin in de nekpartij. Het bovenste gedeelte heb ik in 3 gedeeltes afgezeild, maar in de nekpartij begin ik namelijk met snijden. Het stand van het hoofd van het model is naar beneden, want ik wil namelijk wat lengte in de nek overhouden. Wanneer ik dan werk in verticale passées, zoals jullie ook kunnen zien hier op de film, dan is de afstand onder in de nek iets verder van het hoofd dan bovenop. En dan weet ik zeker dat ik onder in de nek wat lengte overhoud. Ik werk met een reizende gidslijn, dus ik werk in een ronde vorm. Dus aan de andere kant doe ik exact hetzelfde. Omdat ik het haar aan het snijden ben, snij ik voor mijn vingers. Ik volg mijn gidslijn en daar waar de spanning op het haar zit, daar snij je ook. Nou, je kan ook goed zien, duidelijke scheidingen maken, het haar naar je toe projecteren, voor de scheiding gaan staan of voor de passé gaan staan waar je aan het werk bent. En dan gewoon heel mooi je gidslijntje meenemen naar je volgende gidslijn en voor je vingers alles afsnijden. Dit doe je tot achter aan het oor. En op die manier heb ik aan de achterkant een ronde vorm gecreëerd met extra lengte in de nek, want die heb ik ook zo dadelijk nodig in het eindresultaat. Wanneer je bij de klant wat lengte overhoudt in de nek, is het heel erg belangrijk om de kruinen weg te scheren. Want anders zou je van die flosjes kunnen krijgen of dat de langere lengtes in de nek naar 1 punt gaan vallen. Ik haal dus gewoon alles weg. Dus ik kam het naar rechts en wat er dan links nog uitpiept, dat haal ik weg. Aan de andere kant doe ik exact hetzelfde. En je kan zien, het is een behoorlijke lengte die ik weghaal. Maar deze haren zorgen ervoor dat de nekpartij niet mooi valt. De langere lengtes vallen er toch overheen. En wanneer deze lengtes aangroeien, is het toch van het hele fijne, zachte haar. Dus echte stoppels creëer je niet, want dat behoort nog tot de nekharen. Wanneer ik dan de onderzijde gedaan heb, dan haal ik het middelste gedeelte los. Oh, kijk, het mondkapje gaat los, want ja, op de dag van vandaag is het een beetje lastig knippen met het mondkapje, maar veiligheid gaat boven alles. Ik maak het haar goed vochtig, want met het snijden is het belangrijk dat het goed vochtig is. Kijk, je ziet dat mijn model een mooie ronde schedelvorm heeft, dus ik kan in mijn horizontale lijn of verticale lijn, soms haal ik het door elkaar, maar in mijn verticale lijn kan ik doorsnijden. Ik hou de gids aan van de onderkant. Dus ik kijk een beetje opzij, ik kijk naar de lengte aan de onderkant en sluit hem daar mooi op aan. Ik blijf werken met mijn reizende gidslijn. Ik blijf ook werken met mijn verticale lijnen. Je kan jezelf altijd horizontaal nakijken. Wanneer je met het mes gaat werken, dan adviseer ik ook altijd om met een nieuw mesje te werken. En dan wel met kleine C'tjes in het haar te vormen, dat je niet gaat schrapen aan het haar. Je zou deze lijn ook kunnen knippen, dat is ook een mogelijkheid. Maar daarna moet je dan wel goed effileren of texturizen om meer textuur in het haar aan te brengen. Ik blijf doorgaan met mijn reizende gidslijn. Dat kan je hier ook zien. En elke keer als ik een passé eraf snij, staat mijn lichaam ervoor. Ik draai namelijk de stoel bij mijn model, maar normaal in de salon loop ik eromheen. Maar om voor jullie alles goed in beeld te krijgen, draai ik mijn stoel elke keer een beetje, zodat jullie het allemaal goed kunnen zien. Wanneer ik bij het oor ben aangekomen, is dit mijn laatste passé die rechtstandig uit de hoofd komt. Want ik wil aan de voorzijde wil ik een klein beetje lengte toename creëren, zodat het mooi over het oor valt en in het gezicht. Dus dan projecteer ik het haar naar achteren na mijn laatste gidslijn en ga ik werken met een vaste gidslijn, zodat ik extra lengte naar de voorzijde creëer en dat ik later nog de juiste lengte kan aanpassen. Maar zo kan je zien, valt het mooi over het oor. Ook aan de andere kant weer exact hetzelfde. En nu kan je ook zien, van lang naar kort kan ik echt binnen het half uur kan ik het knippen. En waarom?
Als jullie gekeken hebben naar de Code of Cutting filmpjes, dan weet je precies welke lijn iets creëert bij welke gezichtsvorm en bij welke vorm van schedel. Dus wanneer mijn klant komt en ik geef haar het advies om een andere koep te knippen, dan zal ik ten alle tijde naar de gezichtsvorm kijken, naar de schedelvorm voelen en een plan van campagne al in mijn hoofd hebben hoe dat ik de lijnen ga plaatsen. En wanneer je dat hebt en met ervaring heb je dat in een handomdraai in je hoofd zitten, dan begin ik met mijn afdelingen te maken, ik haal de staart eraf en dan binnen het half uur heb ik dus echt mijn klant helemaal van lang naar kort geknipt. Want ik weet dat sommigen van jullie soms wel eens een beetje zenuwachtig zijn met van het lang naar kort te knippen, dat je niet zo goed weet waar je moet beginnen of dat je bang bent voor je agenda, dat je in je tijd niet goed uitkomt. Maar als je een plan van aanpak hebt en gewoon systematisch te werk gaat, dan is het echt makkelijk te doen, wat ik hier ook bij Marloes gedaan heb. Nu de laatste zijkant van de voorkant en dan kan je ook zien, ik projecteer naar achteren naar mijn vaste gidslijn om extra lengte te creëren. Vanuit hier ga ik naar het kruingedeelte. Maar allereerst deel ik de ponypartij af, want wat ik wil creëren is wel dat ze wat haar op het voorhoofd krijgt, maar dat die niet al te sterk gelaagd is. Dat we wel een beetje een vollere kant of een vollere voorkant overhouden. Want mijn model heeft namelijk wat fijner haar aan de voorkant. En als ik dat heel erg gelaagd ga knippen, dan zou het te dun kunnen worden. Op de kruin wil ik een ronde partij maken. Dus wat ik gedaan heb, is in taartvormpjes, in pizzapuntjes, heb ik het haar geknipt. Ik bepaal dan eerst de lengte en dan zet ik mijn mes erin en dan in een ronde vorm sluit ik hem aan de zijkant en aan de achterkant. Dus heel het kruingedeelte is aangesloten. En normaal gesproken dan zien jullie mij alles precies knippen. Maar toen ik dus met mijn model bezig was, toen kwamen we erachter dat de camera niet had opgenomen en in mijn enthousiasme had ik al een beetje te veel geknipt. Maar hier zien jullie nog wel een gedeelte. Dus je neemt pizzapuntjes op, je zorgt dat elke passé aansluit en dat het kruingedeelte mooi rondvalt. Dus met mijn vingers volg ik de vorm van de schedel en sluit hem mooi aan de zijkant en de achterkant aan. Nou, dan heb ik een scheiding gemaakt op het hoogste punt van het hoofd en dan zal ik gaan werken met een vaste gidslijn. Dus dat wil zeggen dat ik het voorste haar naar achteren ga projecteren en daarmee de aansluiting maak op het achterhoofd, op het kortste gedeelte. Wil niet zeggen dat ik die voorpartij zo lang laat, maar doordat ik het eerst naar achteren sleep, maak ik wel de aansluiting met de kruinpartij. En later zal ik de voorkant op de juiste lengte gaan knippen. Maar dan weet ik dat ik wel een kortere partij aan de voorkant creëer, maar niet al te gelaagd. Want dan zou dat dunne haar nog meer benadrukt worden en dat wil ik niet. Dus hier kan je het goed zien. Projecteer het naar achteren, naar je vaste gidslijn en maak daar de aansluiting. Want namelijk vanuit hier ga je het dus weer naar voren kammen en kan je de pony op de juiste lengte kan je dan afsnijden en dan heb je hem toch net eventjes iets voller. De ponypartij projecteer ik naar voren. Ik kijk goed naar haar gezichtsvorm en ik moet eerlijk bekennen, toen ze binnenkwam, toen hadden we netjes de 1,5 meter afstand en kon ik zonder mondkapje precies haar gezichtsvorm zien. Want ja, voor ons als kapper, als je klant een mondmasker voor heeft, is het gewoon een klein beetje moeilijker inschatten wat er precies onder zit. Maar pluksgewijs pak ik plukjes vast en ik snij ze af boven mijn vingers daar waar de spanning zit. Ik wil een beetje een onregelmatige ponypartij willen krijgen. En let erop wanneer je het haar snijdt dat het haar altijd terug naar boven zal springen. En wanneer het droog is, is het gewoon net even 0,5 centimeter korter. Hou daar rekening mee. Maar gevoelsmatig breng ik hem nu in model. Ik haal wel een klein beetje haar uit, maar ik wil beslist niet te veel gelaagdheid in die voorkant hebben. Want dan zou alleen die sterke kruin die bij haar erin zit, zou nog sterker worden. En omdat het wat fijner is, wil ik hem ook gewoon net eventjes wat voller laten. Nou, dan zien jullie dat ze een mooie bruine tint heeft, maar ik wil hem net eventjes iets extra aanzetten. Dus ik zal zo dadelijk ook nog een spoelingje eroverheen gaan halen. Nu nog eventjes texturizen.
doe ik ook net even op gevoel, dat je kijkt, dat je voelt. Ik kan jullie wel texture-wise technieken, kan ik jullie leren, maar het uiteindelijke texture-wise is toch veel op gevoel. Dat je kijkt, dat je voelt in het spiegel, dat je speelt met het haar en daar haar weghaalt waar het nodig is. Hier heb ik een hele grove koepschaar. Ook daarmee kan ik net even wat andere lengtes erin aanbrengen. Ook dat voorste gedeelte laat ik er weer uit. Want ik wil uiteindelijk wel een koep creëren voor Marloes waar ze alle kanten mee uit kan. Naar voren, opzij, naar achteren en daardoor of daarvoor heb ik dus verschillende lengtes heb ik nodig. Dus ook weer op gevoel haal ik mijn koepschaar er grof doorheen daar waar het nodig is. Maar hoe fijn is dit, hè? Om als kapper zijnde of kapster zijnde je klant zo'n fantastische koep te mogen knippen. Nou, ik zei al, ik ga het kleur een beetje opfrissen. Wat gebruik ik? De 05C met Red Mix. Die ga ik half om half met elkaar mengen. En het is een ammoniavrije kleuring. Het is namelijk van Royal Kiss, de Soft Shades. En ontzettend makkelijk aan de wastafel aan te brengen. Zoals je kan zien op vochtig haar, scheidingsgewijs, breng je het aan met je flacon. Let erop ook altijd dat je in de nekpartij het haar goed meeneemt en dan 20 minuutjes in laten werken en uitspoelen. Het ideale van de soft shades is dat deze ammoniavrij is. Dus stel je voor wanneer je bij een klant highlights hebt gezet in natuurhaar, kan je het makkelijk met de soft shades tonen en licht het natuurhaar niet op. Na het uitspoelen ga ik het haar in model brengen. Ik gebruik de Ocean 5 spray van Royal Kiss, want het is namelijk een zoutspray die het haar wat stugger maakt. Want het haar is toch wel wat zachter van zichzelf, dus het heeft wel even iets meer body heeft het nodig. Als jullie nieuwsgierig zijn naar de föhn, het is een Gamma EQ föhn en het föhntje weegt nog geen 3 gram. Dus het is, 300 gram. 3 ons, 3 gram. Nou, maakt niet uit. Hij is in ieder geval heel licht. Ik föhn het met een ronde borstel en dat doe ik een beetje tegen draads, want ik wil wel dat het haar een beetje met elkaar gaat botsen, maar ik wil niet echt met een rond borsteltje volume föhnen. Dus je ziet het ook, ik föhn tegen draads met mijn borstel. Ik ga van links naar rechts, dat die bovenkant lekker een beetje met elkaar botst. En dan vanuit daar is het heel makkelijk in model te brengen. Ik gebruik Control, een modelleerpasta, om het haar nog wat meer vorm te geven. En ik leg dit ook heel goed uit aan mijn model, hoe dat ze thuis het beste in model kan brengen. Maar Marloes is zelf ook kapster, dus ik weet 100% zeker dat zij dit prima zelf ook in model kan brengen. Ik moet zeggen, ze heeft een aantal weken geleden heb ik deze koep bij haar gedaan. En op Facebook, nou ik denk dat ze wel 200 of meer dan 200 reacties heeft gekregen. Hoe fantastisch mooi dat ze is. Het was al een mooie vrouw, maar nu hebben we echt gewoon het allerbeste omhoog gehaald uit Loes. En het advies van mij naar haar was, alsjeblieft nooit meer lang haar. Want deze korte koep, die staat haar gewoon fantastisch. Nou, als laatste nog de Eco Sol Spray. Een haarlak zonder drijfgas, dus het is geen spraygel. Wanneer die op het haar komt, is die droog. En het grote voordeel is dat die ook gewoon milieuvriendelijk is. Maar hierbij het eindresultaat. Hoe mooi is dit en hoe blij als kapper word je hiervan?